Het afgelopen half jaar hebben er geen zelfdodingen plaatsgevonden langs het spoor van Kloetingen. Emergus hoopt dat dit ligt aan de plaatsing van een camera, maar vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Begin juli werden er een camera en een hek geplaatst bij de plek waar relatief veel spoorsuïcides plaatsvinden.